Precies 75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Met vandaag een gemiste kans en het bombardement op Breskens. Op 4 september 1944 valt Antwerpen in geallieerde handen. En dit geeft de geallieerden een enorme mogelijkheid om niet langer de bevoorrading helemaal vanuit Normandië te laten lopen, of vanuit de kleinere havens aan het kanaal, die bovendien vaak ook zeer beschadigd zijn, maar via de grote wereldhaven Antwerpen. Maar dan moet men eerst natuurlijk wel de Duitsers uit de monding van de Westerschelde verdrijven. Vooral hier op Walcheren, waar ze met de zware kustbatterijen zitten. Dus je zou verwachten dat de geallieerden alles op alles zetten om zo snel mogelijk de toegang tot Antwerpen vrij te maken. Maar Montgomery beslist anders. Hij wil al voor het einde van het jaar de oorlog beëindigen door via een snelle opmars naar Arnhem vanuit daar door te kunnen stoten naar het hart van Duitsland. Maar dat geeft tegelijkertijd een compleet Duits leger, het 15e leger, een mogelijkheid om te ontsnappen via Zeeland. Met alle denkbare middelen die Westerschelde zu sperren, beveelt Hitler. Walcheren, waar aan de zuidkust batterijen met zwaar geschut op de Schelde gericht staan, roept hij uit tot festoen. Hoewel de geallieerden hun aandacht op de bruggen van Nijmegen en Arnhem richten, zijn er wel degelijk bevrijdingstroepen over de Zeeuws-Vlaamse grens getrokken. Het zijn voornamelijk Polen die in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen strijd leveren en de Duitsers daar weten te verdrijven. Maar juist via West-Zeeuws-Vlaanderen verplaatst zich het Duitse 15e leger. Vanuit het noorden van Frankrijk en België, over de Westerschelde, naar Walcheren en verder. In Breskens verzamelen zich tienduizenden militairen om van hier uit de haven over te varen. Op de haven hier, ja, dat stond gewoon vol. Het pier allemaal volgestookt hier op het plein om zo spoedig mogelijk naar de overkant te kunnen walgen. En dat was natuurlijk de enige kans voor hen om weg te raken. Want het, ja, ze konden niet meer, ze werden aangevoerd over Sluis, over Aardenburg en over het Schoondijken naar hier. En dat was eigenlijk alleen de weg. Was het toen nog terugkomen. De geallieerden merken de Duitse troepenverplaatsing op en willen die een halt toeroepen. Verschillende plekken in West-Zeeuws-Vlaanderen worden in die periode gebombardeerd. Op 11 september is Breskens gebombardeerd en wij woonden hier, op deze plaats. Dit is nog een andere woning omdat toen allemaal weggebombardeerd is. Er zijn hier op de industriecentrum van ons eigen 17 personen om het leven gekomen. Net zo het kind als jong als jonge mensen. We zaten daar aan het dijk en we zagen die vliegtuig komen. Daar kwam het van boven, kwam er het een of ander uit, maar we wisten het ook niet. Maar we zijn allemaal naar huis gelopen. We waren naar huis en toen ben de bom gevallen. Bij het bombardement komen uiteindelijk 182 mensen om het leven. Waaronder de oudere zus en de tweelingbroer van Jaap Keimel. Het bleef, elke dag bleef het nog vrede. Want elke nacht word je wakker om 3 uur en dan begint het weer. Dan ben je weer hetzelfde verhaal. Als er dan nog speelt, dus, ja, daar kan je niks aan doen. En dan is het emotie. Ja. Het doel was om dat transport te belemmeren. Want natuurlijk, als je kijkt wat er, dat die 93 ton bom gegooid is, dan had eigenlijk dat effect moeten hebben op de haven. Het bombardement heeft inderdaad, net als de andere geallieerde bombardementen op West-Zeeuws-Vlaanderen, nauwelijks het gewenste effect. De Duitse troepenverplaatsing wordt niet tot stoppen gebracht.
De materiële schade in West-Zeeuws-Vlaanderen en de persoonlijke drama's in deze streek zijn ongekend groot. Hier op 94 liggen mijn tweelingbroer en mijn zus van 12. En dat is altijd, ja, als hij hier komt, leggen we daar ook een bloemstukje bij. En dat is het enige wat we eigenlijk kunnen doen. Ik vind het geluk dat we het altijd nog kunnen herdenken en dat er altijd nog veel mensen zijn die het willen herdenken. En het is altijd moeilijk als je hier op 5 september staat of 4 mei. Naast het grafmonument kent Bresken sinds 1994 ook dit gedenkteken in het centrum van het dorp. Hier vindt ieder jaar op 11 september een herdenkingsplechtigheid plaats. Door het bombardement van 11 september staat Breskens geboekstaafd als een van de plaatsen in Nederland die het zwaarst geleden heeft onder de Tweede Wereldoorlog. Ondanks alle bombardementen slaagt het Duitse 15e leger in de Westerschelde over te trekken en dus uit de wurgende, omsingelende greep van de geallieerden te ontsnappen. Tegelijkertijd blijkt Arnhem een brug te ver. Dus de hoop dat Duitsland nog voor het einde van het jaar verslagen zal zijn, is vervlogen. Dat maakt het bevoorradingsvraagstuk voor de geallieerden des te dringender. En alles op alles wordt nu ook gezet om zo snel mogelijk de Westerschelde vrij te maken voor de geallieerde scheepvaart. De slag om de Schelde begint, onder andere hier, bij de Brabantse Wal, als de Canadezen vanuit Antwerpen oprukken in de richting van Woensdrecht. Met de slag om Woensdrecht willen de Canadezen zich de toegang tot Zuid-Beveland verschaffen. Het resulteert in een uitputtingsslag van maar liefst 3 weken.